Jullie moeten de groeten hebben van Schwarzenegger. De groeten van Schwarzenegger. Waar in Nederland verleden week cannabis helikoptertjes opstijgen om wietkwekerijen op te pakken. Waar de Nederlandse nationale taskforce op Amerikaanse leest de wiethandel probeert aan te pakken, is er in Amerika een golf van legalisering van cannabis aan de gang. Duizenden en duizenden politiemensen ondertekenen naar petities waarin ze weigeren om nog langer drugsgerelateerde zaken op te rollen. Ik probeer de adviseur van Obama naar Nederland te krijgen om deze Tweede Kamer, deze regering, uit te leggen dat wij hier de boel aan het afbreken zijn en dat in Amerika, wat toch 20, 30 jaar lang het voorbeeld was van de war on drugs, dat daar een enorme omslag aan de gang is. Laten we die adviseur van Obama hier naartoe komen om Cohen, Balkenende, al die burgemeesters in de grenssteden de ogen te laten openen. Dat we eens een keer moedig moeten zijn dat voortbedurend op het softdrugsbeleid, wat in 76 gestart is, dat we dat verder uitwerken in plaats van stuk maken. Gisteren had ik de evaluatie bij de Amsterdamse GGD over Koninginnedag verleden week. Het was stuitend om te zien dat in één dag, Koninginnedag, 461 keer de ambulance moest uitrukken vanwege extreem alcoholgebruik. De Amsterdamse binnenstad was één lange sliert van een 500.000 zuipende, lallende, schreeuwende, kotsende mensen. Zelfs mijn monumentenwoninkje stonden ze tegenaan te piezen. En dat is dan alcohol genotsmiddel nummer 1. Gisteren vroeg ik nog aan de ambulancecoördinator van het CPA van geef mij de cijfers van cannabis gerelateerde ambulance verleden week. En de dame zei, ik vind ze niet. Het is de wereld op zijn kop dat in het kader van de upgrading van de Amsterdamse binnenstad, onder aanvoering van Lodewijk Asscher, de helft van de Amsterdamse coffeeshops dicht moeten, omdat dat als laagwaardige horeca beschouwd wordt. Laagwaardige horeca. Als gebaar naar de helft van de coffeeshop-eigenaren heeft hij toegezegd dat ze een café mogen beginnen. Dus nog meer alcoholdictatuur in onze binnenstad. Ik vind trouwens een pilsje heel lekker hoor, tussen twee hakjes. De overheid heeft nog steeds niet door dat cannabis het tweede volksgenotsmiddel in West-Europa is geworden. De overheid heeft nog steeds niet door hier in Nederland dat de coffeeshops na de cafés het tweede uitgaanscircuit is voor honderdduizenden mensen. Hoezo laagwaardig? Als je kijkt naar de coffeeshops in de Amsterdamse binnenstad, dan komen daar miljoenen toeristen van laagwaardige low-budget figuren, die moeten er ook zijn, maar ook middelklas mensen, mensen uit de hogere milieus. Ik heb bij een IC-conferentie in de RAI, dat heeft iets met computers te maken, daar komt de top van de computerwereld, komt daar één keer per jaar bij elkaar, 20.000 man, heb ik gevraagd aan al die arrivals, aan directeuren en alles wat daaronder zit, van wat zij dan in de Amsterdamse binnenstad doen nadat ze de conferentie hebben meegemaakt. Van de 120 mensen die ik heel vluchtig eventjes aansprak, ging 80% naar de coffeeshops. En onze wethouder Asscher beschouwt dat als laagwaardige horeca. De coffeeshops zijn uitgegroeid tot een ontmoetingsplek van blank, zwart, allochtoon, afgetoon, rijk, arm, dik, dun. Het speelt een hele belangrijke rol in het integratieproces. Cohen moet beseffen dat coffeeshops bij zijn slogan hoort van de boel bij elkaar houden. In de coffeeshops wordt wiet gekocht, want als je dat...
beroepsdeformatie. Omdat er veel coffeeshops zijn, kan de coffeeshop-eigenaar niet rommelen met de spullen. Want als je verkeerde stuff koopt, ga je naar een andere coffeeshop. De coffeeshop is een fantastisch instrument dat mensen elkaar kunnen ontmoeten. Het is toch te gek dat in Parijs, in Lille, in Duitsland, in Leipzig, in Antwerpen, om de zoveel tijd raciale spanningen op straat uitgevochten worden tussen jongeren die weinig toekomst hebben. Zien we dat in Nederland veel minder. De coffeeshop is een ontmoetingsplek. Dat moeten we uitbreiden. Maar wat gebeurt er? Verleden week wordt het helikopter, de Canna-helikopter, wordt opgelaten om de wietkwekerijen op te rollen. Hebben wij niet door dat dat weer een verdere criminalisering van de wiethandel in de hand werkt? Hebben we niet door dat als nou in Amerika de omslag plaatsvindt, dat we hier een war on cannabis gaan starten? Het is toch te gek voor woorden? Hebben we niet door dat juist door de bestrijding de criminalisering van de handel enorm toeneemt? De tussenhandelprijzen van cannabis, van nederwiet, is de laatste 4 jaar verviervoudigd. Wij komen op ons testsysteem, op het adviesbureau, komen we nou nu verdachte wiettopjes tegen, wat met 30% is verzwaard met producten waarvan je maar af moet wachten wat erin zit. Mijn verzoek aan VWS om daar onderzoek naar te doen, naar de gezondheidsrisico's van deze verdachte wiet. Ze geven niet thuis. Het geld gaat naar helikoptertjes. Er is geen enkel interesse vanuit de volksgezondheid voor deze ontwikkelingen. De coffeeshops moeten dicht. Dat is het uitgangspunt. De handel moet aangepakt worden. 19 jaar geleden brak nederwiet door, begin jaren 90. De overheid heeft vanuit allerlei stromingen aanreikingen gekregen om dat in goede banen te leiden, om dat te legaliseren, om dat een vorm van gedogen te geven. De overheid is stekenblind geweest in die 19 jaar. Allerlei voorstellen vanuit drugsdeskundigen om het te regelen, laten we maar zeggen de discussie over de achterdeur, hebben ze genegeerd. En het resultaat is dat de wietkwekerijen nu weer met de volgende stap nog verder bestreden moeten worden. Waardoor we juist weer de Holleders en de Bruinsma's weer in de markt krijgen in de cannabiswereld.